Dames en heren, jongens en meisjes, vandaag is het tijd om het ogerleven achter ons te laten. In de vorige video heb ik natuurlijk mijn prachtige magazijn gebouwd, waar ik nog steeds heel blij mee ben. Alleen zoals jullie kunnen zien heeft hij helemaal nog geen interieur. En dat is dus precies wat we deze aflevering gaan bouwen. Dus tot ziens, Cactus de Mactus met maar één oog. Het is tijd om mijn tweede oog op te halen. Oh, jongens, dat is me toch een opluchting, hé. Ik kan gewoon weer normaal zien. Mijn tweede oog is met de post aangekomen. Goed, zoals gewoonlijk heb ik natuurlijk al mijn spulletjes alweer verzameld. Want ja, ik ben gewoon echt een hele goede Minecrafter. Oké, als ik dat lang genoeg tegen mezelf blijf zeggen, ben ik misschien ook echt wel een hele goede Minecrafter. Toch? Goed, ik ben als enige online. Dus laten we heel even deze rails weghalen. Repareren we even mijn prachtige schepje hier. En dan is het tijd om dit hele vloertje hier weg te halen. Want ja, er moet natuurlijk wel een stuk mooiere vloer komen dan dit. We kunnen niet op gras leven. Shout-out naar de mensen die wel op gras leven. Ja, dit ziet er mooi uit, jongens. Dit is precies hoe ik het voor ogen had. Snap je het? Voor ogen. Want ik heb weer twee ogen. En dit hier achter me lijkt op ogen. Ogen. Slopen we deze zwarte muur hier. Oké, dan gaan we nu de sporen weer netjes aansluiten. En boom. Hoppakee. Dan zijn de sporen die lopen nu een stukje verder door naar beneden. En ik snap het. Het ziet er inderdaad niet uit. Maar jullie moeten me gewoon even vertrouwen. Want we gaan nu de vloer doen. Maar eerst hebben wij ons super gekke redstone systeem hier aangelegd. En het wordt zo meteen wel duidelijk waarom ik dat gedaan heb. En toen zat er zelfs ineens gewoon een hele vloer in. En ja, er zitten nog gaten in. Maar dat is voor het redstone systeem. En dat is hetzelfde voor hier. Zijn die lampjes die ik heb gebouwd. En dat gaat echt heel cool. Oké, dan zijn we nu met de indeling begonnen van het huis. Ik wil de minecarts achter glas hebben, zodat je daar gewoon leuk naar kan kijken, maar er niet naartoe kan. Dan wil ik hier buizen uit de muur laten komen. En in die buizen zitten natuurlijk deze chemische, toxic, gekke dingen die hier uit mijn fabriek komen. En die moeten natuurlijk ook ergens vandaan komen. Dan wil ik hier een laddertje hebben, zodat ik hier boven mijn postsysteem een tijdelijke woonverblijf kan bouwen. Ik moet ook ergens hebben om te slapen. En dan hier in het midden ga ik mijn stellingen met kisten gooien. En wat het redstone systeem hieronder is, dat heeft te maken met deze ruimte hier. Maar dat zien jullie zo meteen gewoon. Het is echt ongelooflijk spannend, ik weet het. Maar nu is het tijd voor een explosie. Ik weet het, explosies zijn spannend. En na die explosie zal die gewoon helemaal klaar zijn. Ik hoor een zombie. Dus wens me veel succes en dan veel plezier met het kijken naar een hele kleine, korte explosie. En dan is ineens het interieur klaar. Vergeet even niet op de duimpje omhoog te klikken alsjeblieft. Jee, wat een explosie weer. En het magazijn is gewoon helemaal af, jongens. Ik ga jullie een kleine rondleiding geven. Zoals jullie eerst kunnen zien, de schuifdeur is open. Dus je kan er ook nu gewoon via deze deur naar binnen. Maar laten we even hier naar binnen gaan. En als je zo binnenkomt, is het eerste wat je opvalt dat het natuurlijk super donker is. En daar is dat prachtige redstone systeem voor. Want als ik namelijk op deze knop hier klik en dan hierheen loop, komt die poem, 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 poem. Gaan alle lampen aan. En als ik er weer op klik, dan gaan ze vervolgens ook uit. Dus ik heb gewoon een soort van werkend lichtsysteem hier in mijn magazijn nu. En het ding is natuurlijk, ik ga hem waarschijnlijk gewoon altijd aanlaten. Anders spannen er monsters. En zo te horen zijn er heel veel monsters al in de buurt. Waar zijn jullie? Waar zijn jullie? Ze zijn echt vervelend met z'n allen. Volgens mij hieronder. Belichten we het even snel. Opgelost. Goed, dan de rondleiding, jongens. De lampjes zijn natuurlijk hartstikke leuk. Maar we hebben hier dus de machinekamer waarmee we de lampen kunnen besturen. Je kan hierdoor kan je al kijken naar het minecart systeem. Dan hier hebben we die buizen waar ik het over had, die ervoor zorgen dat nu gewoon daadwerkelijk deze vieze, gore rommel die naar buiten komt, ergens vandaan komt. Dan hebben we hier heel wat kisten. Ik heb ervoor gekozen om dat niet heel te ingewikkeld te maken of te mooi. Maar ik wil gewoon zoveel mogelijk kisten hebben, zoveel mogelijk ruimte. Terwijl het er nog steeds een beetje leuk uitziet. Ik heb al een paar spulletjes hierheen kunnen verhuizen. Nog niet heel veel, maar dat is gewoon wat ik hier had staan. Het zit nu hierin. Dan als we dan omhoog gaan, dan komen we hieruit. En hier heb ik mijn tijdelijke slaapverblijf. Ik moet nog ergens wonen. Hier een soort van computertje waarmee ik dingen in de gaten kan houden. En hier dan mijn lekkere bedje. Het is wel een beetje donker. Nou, dat valt trouwens wel mee. Hier wat furnaces waar ik dingen kan smelten. En dan hier mijn balkon. Maar mijn balkon laat ik lekker leeg, want hier ga ik toch niks doen. Ah, ik ben er heel blij mee, jongens. Ik ben heel blij mee dat ik hier nu gewoon al mijn spulletjes naartoe kan verhuizen. En daarover gesproken. Het is denk ik maar eens tijd om al mijn spulletjes te gaan pakken. En dan afscheid te nemen van de Mactus. Oh, dat gaat echt heel verdrietig worden. Maar ook wel weer een beetje leuk. Er staat hier een beacon in de verte. Ik dacht al, wat is die lijn de hele tijd daar? Waarom staat er een beacon? Wat zijn mensen aan... Oh mijn god, wat gebeurt hier? Oh mijn god, wat zijn ze hier bij de vuurtoren aan het doen? Oh, yo, ik weet het al. Ik heb gehoord van Flor en René dat ze hier een mega rivier willen bouwen. En dan aan die rivier huisjes willen bouwen. Oh, dit gaat er 100% heel leuk uitzien. En we gaan ook nog deze video naar het snuffelnest daarboven. Oké, dan is het tijd om afscheid te nemen hiervan. Ik ga sowieso mijn ogerhoofdje meenemen die ik heb gekregen toen ik ging. En dan moet ik al deze kisten gaan slopen en de spullen daarvan meenemen. Oh, dit gaat echt nog een lang klusje worden.
Goed, we keren terug na ongeveer 20 minuutjes en heel mijn kistenkamer hier is leeg. Ik heb alles weggehaald. Het is nu één verdrietige ruimte. Ik mis vooral Petronellius nog steeds. Maar het is maar beter dat we hier dan weggaan. Laten we mijn allereerste setje armor ook meenemen. En dan lopen we nog één keer naar boven hier. We gaan dit ook nog oplossen. We kunnen natuurlijk niet weggaan zonder meneer KB met dit probleem achter te laten. Zeker niet nu ik beloofd heb om het te doen. Dumpen we mijn laatste spulletjes in de kisten hier allemaal. Zo, alles is helemaal georganiseerd, jongens. Er zijn nog een aantal kisten zijn er ook leeg, zoals je kan zien. Maar voornamelijk alle kisten zijn wel gevuld. Dan ga ik hierboven, denk ik, mijn armor stand in zetten. Ik heb daar al mijn hoofd geplaatst. Dat is wel heel dichtbij. En ik denk dat dit hier dan wel een leuke plek is om mijn allereerste armor setje zo te plaatsen. Wacht! Misschien is het dan wel leuk om mijn hoofd erop te doen. Ja, dat is gewoon echt heel leuk. Dat is heel leuk. Goed, en dan gaan we nu even dat stukje weg oplossen bij meneer KB. Anders heb ik zo meteen nog ruzie. Even kijken, hoe gaan we dit doen? Ik denk dat het beste is als ik het gewoon een beetje aanga... wacht, ik heb wel een idee. Ik haal dit gedeelte van mij hier weg en dan bouwen we daar gewoon opnieuw op. En in principe ga ik het niet al te ingewikkeld maken. Maar het moet wel netjes aansluiten. Dat is op zijn minst al iets wat moet gewoon. Oké, ik denk als dit zo gaat, dan is het een mooi rond pad zoals dit. Ja, dit kan nog wel eens leuk worden. Vullen we dit hier op met rood steen. Kijk, nu is de rechterkant hier sluit in ieder geval al netjes aan. Maar ja, nu moeten we gaan beslissen of we hier het asfalt door willen laten lopen. En vanaf welk punt het normale stoepgedeelte komt. Of kunnen we daar ook gewoon asfalt van maken? We zouden hier ook asfalt van kunnen maken. Maar ik vind het ook wel nice als op een gegeven moment de stoep gewoon begint hier. Laten we eerst deze kant hier doen. Oké, ik denk als ik het ongeveer een beetje zoals dit doe, dat dat al een heleboel op zal lossen. Laten we even kijken. Ja, en laten we het asfalt dan maar ook doorlopen gewoon. Waarom niet, hè? Moet ik helemaal naar boven willen lopen om te kijken of ik zwarte concrete heb? Ja, ik heb nog wel 62. Dat moet wel goed komen. Vullen we het even mooi op. En dan hebben we natuurlijk, waarom niet, ook gewoon net niet genoeg, zo te zien. Erg leuk weer, erg leuk. Gelukkig hebben wij, zoals jullie dat kunnen zien, heel snel weer opgelost. Oké, hoe het er dan nu uitziet, jongens, is de weg komt van meneer KB aan hier. Die loopt zo helemaal door naar het Walnut Mactus hoofdkwartier, weet ik voor hoe je het wil noemen. Dan kan je even goed gewoon weer naar binnen. Maar ik vind dat dit nu een beetje te hoog is, dit randje. Dit randje mag wel iets lager nu. Als we nou gewoon daar een sleprandje van maken. Kijk, dat ziet er al veel netter uit. En dan zou het zelfs gewoon zoals dit kunnen. Nou, dit is toch veel beter, jongens. Veel meer ruimte ineens. Ineens gewoon heel wat ruimte om hier te wonen. Ook al gaan we er niet meer wonen. Nou, meneer KB, ik hoop dat je er blij mee bent. Ik vind alleen deze aansluiting hier een beetje vaag, hoe ik dit gedaan heb. Maar ja, weet je, als je daar niet mee eens bent, dat doe je toch lekker zelf. Grapje, meneer KB. Alsjeblieft, word niet boos op me. Ik wil nog steeds meneer Varken in het weekend bij me hebben. En over meneer Varken gesproken. We hebben natuurlijk zijn kleine hokje hier. En ik moet eigenlijk ook een nieuw hokje voor hem maken in mijn boven. Bovenbasis in het magazijn. Alleen vind ik het magazijn nou niet echt een veilige plek voor een varken, jongens. Ik ben bang als ik hier een hutje voor hem maak dat er iets gaat gebeuren. Zeker omdat die deuren wijd open staan. Ik denk dat ik dan de omgeving iets veiliger wil maken en dan een keertje een apart huis voor hem ga bouwen. In plaats van dat ik hem laat wonen in een magazijn. Goed, maar omdat meneer Varken dan dus niet direct met mij mee kan, vind ik het lullig om hem zomaar achter te laten zonder iets of zo, weet je. Dus ik ga een klein afscheidscadeautje voor hem bouwen hier. En ik hoop dat hij het leuk vindt. Althans, ik hoop vooral dat meneer KB het leuk vindt. Ja, dat moet vast zal goed komen. Hier, maken we een soort inham in deze berg. Vullen we het op met asfalt. Dan hebben we hier een prachtig inhammetje. En dan kunnen wij hier een heel leuk klein dingetje bouwen. Even kijken hoe groot die gaat zijn ongeveer. En ik gok dat jullie letterlijk aan de 4 blokken die ik nu geplaatst heb al kunnen zien wat het gaat worden. Dus als je al enig idee hebt wat dit gaat worden, laat het nu even in de reacties weten. En nogmaals, ik denk dat iedereen het bijna wel goed kan gokken in één keer. Want zo ingewikkeld is het natuurlijk niet. Hoppertje hier, hoppertje daar. Oeh, wat zal het nou worden? Wat ongelooflijk. Ongelooflijk spannend weer dit. Hij wordt ook nog eens roze. Oké, doen we hier wat prachtig glas erop plaatsen. Een minerails met een minecart. Tjoep, pats, boom. Nee, die gaan we omdraaien. Dat is denk ik mooier. Ik denk dat dit mooier is. Carpets erop plaatsen. Een string hier, zodat we nog een carpet erop kunnen plaatsen. En dan is hij denk ik af. Oh nee, wacht. Hier even aan de voorkant doen we nog rode lampen. Of nou, dat zijn net, het zijn meer achterlichten. Lampen hier. En ik heb natuurlijk ook een oak sign om een prachtig nummerbord erop te gooien. Zo, hoppakee jongens. Het ziet er een beetje gek uit, maar het is een soort van nummerbordversie van meneer Varken. En je had het inderdaad misschien al kunnen raden. Het is gewoon een simpel autootje. Maar hij is roze, hij is prachtig. Ik zie trouwens hier dat dit achter mij, dit gedeelte hier nog niet klopt. Dit moet ik ook nog oplossen. Chip, chip, chap, ponk, 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 bonk. Opgelost. Oh, bink, bonk. Helemaal opgelost. Goed, dan is het nu natuurlijk een kwestie van meneer Varken eigenlijk in de auto zien te krijgen, zodat hij kan autorijden. Meneer Varken, ik ben heel bang dat dit fout gaat. Laten we even een tukje doen in het bed van meneer KB. Geen zorgen, KB. Ik zal de lakens weer verschonen.
Oké, meneer Varken, we gaan even proberen om jou veilig daar in die auto te krijgen. Oh, dit gaat echt fout. Even kijken, hoe kom ik daar beneden zonder dat jij fall damage krijgt? Is daar een route voor? Misschien als we hier naar boven gaan, achter de hoed van KB langs. Oh, ik vind dit zo eng, ik vind dit zo eng. Je mag geen fall damage. Oh, nee. Oké, dit gaat goed. Ja, oh, dit is goed gegaan. Ik bedoel, ik had het compleet onder controle, niks aan de hand. Oké, meneer Vark, hoe ga ik jou hierin krijgen? Ik heb blokken bij me, wacht even. Hey, hier blijven, wel in de buurt blijven. Oké, misschien als ik nu gewoon zo ga en dan jou hierin laat vallen. Werkt dat? Werkt dat als ik jou nu hier gewoon in laat vallen? Ja, hij zit erin! Hij zit erin! Let's go! Oké, en dan dichtbouwen, dan is hij veilig. Jongens, ik presenteer jullie. Meneer Vark achter het stuur. Je ziet hem alleen niet meer. Misschien dat ik dat ene blokje daarvoor dan even weg ga halen. Hier halen we... Nee, meneer Vark, nee! Nee! Nee, blijf daar! Nee! Oh mijn god. Oké, zo. Hij zit niet eens in de minecart. Die minecart was nergens voor nodig, besef ik nu. Die minecart kunnen we ook wel slopen. Dan loopt hij er maar gewoon lekker rond. Dat is ook prima. Kijk, nu loopt hij er gewoon rond. Je ziet hem alleen niet. Wacht, daar heb ik ook een oplossing voor. Als we nou hier een slab plaatsen en meneer Varker dan in laten vallen... Kom op, dit moet werken. Dit moet werken. Ja, zeg maar dat dit werkt. Ja, nu zie je hem ook echt zitten. Dit is zoveel beter. Hij zit nu echt achter het stuur gewoon. Let's go, meneer Varker, let's go. Meneer Varker, veel plezier met je nieuwe auto. Rij voorzichtig, alsjeblieft. Drink niet tijdens het rijden. Zit niet op je telefoon tijdens het rijden. Je moet altijd goed op blijven letten, jongens. Ook meneer Varker. En zo te zien is hij vastberaden om een groot avontuur aan te gaan. Het ziet er van boven ook zo droog uit, jongen. Ah... Petra Nellius, jouw mis... Wat is hier trouwens gebeurd? Hallo? Wacht, dit was... Dit riviertje is helemaal nieuw. Huh? Petra Nellius staat in één keer in een rivier hier. Oh, wacht eens even. Zo te zien is er ineens een mega grote waterval hier naast de Mac. Dus hoe heb ik dat gemist? Hij is wel echt heel goed gelukt, moet ik zeggen, hoor, deze waterval. En vooral dat Petra Nellius daar bovenin staat, vind ik heel mooi. Hallo, meneer de Inktvis. Ik hoop dat jij het ook leuk vindt. Maar goed, naast deze mooie waterval moeten wij natuurlijk wel gewoon verder gaan met onze video. Dus op naar de volgende scène. Goed, en dat is dan natuurlijk bij het gebouw waar ik had beloofd in de vorige video even naartoe te gaan. De snuffelnest, of het snuffelnest. Alleen niet binnenkomen zonder uitnodiging. Is hij dicht? Maar ik wil honden kopen. Ik wil berenbruin. Ik wil bleekscheet. Ik wil een wolkensnoetje. Oh nee, trouwens, ik wil een vlekmans. Ik wil heel graag een vlekmans. Kijk dan, jongens. Er worden gewoon leuke hondjes verkocht. Maar hij is nog dicht. Oh, dat vind ik jammer. Hey, jongens. En zo te zien heeft onze Justin daar ook een huisje gebouwd. Onze Justin is natuurlijk lekker een weekje op vakantie geweest. Maar hij is nu gewoon weer terug in Content Veen. En je kan ook naar zijn YouTube-kanaaltje gaan. Want hij post ook hele leuke Content Veen-video's. Dus ga even naar zijn laatste video. En doe hem even de groetjes. En abonneer op zijn kanaal. Goed, en aangezien de dierenwinkel dus nog dicht is, kunnen we moeten nog heel even wachten met een huisdier kopen. Maar wat we dan wel in de tussentijd kunnen doen, is het pad hier heel even iets verder doen. Zodat ik ook hier van die lantaarnpalen kan plaatsen. Want het is hier altijd mega donker en er komen allemaal zombies binnenlopen. Maar daarvoor moeten we nog even een acacia boompje omhakken. We planten hem natuurlijk wel terug, want we zijn goed voor de natuur. Zeg ik nadat ik een auto heb gebouwd die waarschijnlijk heel veel uitstoot en zo. En letterlijk een fabriek heb die chemische stoffen uitstoot. En ik heb even wat diorite nodig. Niet heel veel, echt maar een klein beetje. Maar daarvoor moet ik even een grot vinden die dat heeft. En daar zijn creepers, dus daar gaan we niet heen. Is hier ergens diorite? Hallo, hier beneden misschien. Ja, daar is het. Jou hebben we nodig. Hoe kom ik hier beneden? Volgens mij kom ik daardoor hier in het water te springen. En dan hieronder door te gaan. En volgens mij als ik dan hier door de grot ga, dan moet ik even niet verdrinken. Volgens mij kom ik... Ja, kijk, dan kom je hier uit. Helemaal top. En dan hebben we genoeg dioriet. Oh, hier is water. Oh nee. We hakken deze wel even. En hier is gelukkig ook nog genoeg. Meer dan genoeg. Terug naar boven. Goed, dan heb ik nu gelijk de blokken die ik nodig heb om deze prachtige, simpele lantaarnpalen te bouwen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waar is Berend Bordje gebleven? Dat betekent hier. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, nee, oké, dat klopt echt. Zetten we dit gelijk eventjes mooi door. Bouwen we lantaarnpaal 1. Ik zit even te kijken bij die ander. Dan moeten we zo die erop zetten we hem uit. En dan de prachtige traptoors er tegenaan. Dat is 1. En tonk, 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 bonk. Trapdoors. En trapdoors. Nou, dan is die af. Oh, dan moet natuurlijk ook nog het pad in de stoep. Gelukkig hebben we daar ook nog genoeg spulletjes voor. Ik bedoel, het zijn niet hele dure blokken. Alleen dat koper is af en toe een beetje vervelend. Maar ik heb denk ik nog wel genoeg daarvoor.
Zo, dat is op zijn minst de weg. Dan het koper pad kan ook. En dit koper moet natuurlijk zelf nog eventjes de goede kleur worden. En dan kunnen we het waksen. Maar als je het zo ziet, jongens. Dit ziet er goed uit. Dit ziet er echt goed uit. En ik gok dat ik dit ook 3 breed wil hebben. Dus laten we dit lijntje hier gelijk ook even doortrekken. Waarom niet? We zijn nu toch bezig. En als we toch zo goed bezig zijn, kunnen we ook gewoon doorgaan met dit soort dingen, jongens. Het is heel moeilijk om zo te bouwen, terwijl mijn camera zeg maar daar staat. Want ik zie letterlijk nu niet wat ik aan het doen ben. En ik denk dat de stoep dan hier ook gewoon de hoek omgaat. Dus gewoon letterlijk simpel zoals dit. We gaan niet nog een rotonde bouwen natuurlijk. We gaan hier gewoon een bocht maken. Ik denk dat hier alweer het volgende huis kan komen. De volgende bult. En ik heb al precies in gedachten wat. Maar dat ga ik nog even geheim houden. Het heeft waarschijnlijk te maken met de winkel. Bouwen alleen dit randje nog even netjes. Zo, dat is ook weer netjes gedaan. En denk dat ik in de volgende video hier een soort van smurrie in wil bouwen. En dat aan deze kant hier komt dan denk ik een beetje de paarse magenta kant. En aan die kant daar groen. En dan ergens in het midden moet het een soort van samenkomen. En dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat we erin gaan vallen. Want het is heel chemisch en dan ga je dood. We kunnen wel vast de stoepen helemaal rondom maken. Ik bedoel, dat is waarschijnlijk een kleine moeite. Zullen we gewoon zo doen. Koper er tegenaan. Zo, dan kan je nu helemaal rondlopen eromheen. Dat is een stuk sneller gedaan dan ik dacht in principe. Maar het is wel leuk. Je hebt nu gewoon een pad dat om de fabriek heen loopt. Dan wacht ik nog even specifiek met dit hier tot ik definitief weet wat ik hier wil gaan doen. En het pad moet natuurlijk ook nog verkleuren, net zoals het pad hier. Maar laten we eerst even een tukje doen, want het begint donker te worden. Oh, wacht. Ja, ik wil gelijk kijken of mijn lantaarns even werken. Die werken zeker. En even goed vind ik het hier donker op dit middelpunt. Dus misschien dat ik hier binnenkort ook nog even lampjes toe ga voegen. Maar goed, dan doen we mijn lichten uit. Dan klimmen we langzaam hier naar boven. Kijk, de lampen gaan allemaal uit. Dan is het lekker donker en dan kunnen we gaan slapen. Vredig dit. Heel vredig dit. Maar goed jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. Vind je het magazijn nou zo'n leuk gebouw? Kom dan zeker terug voor de volgende video. En weet je, stel die volgende video is helemaal nog niet uit en je verveelt je kapot. Kijk dan even lekker deze video. Dit is namelijk het vorige content Veendeel. Heb je die nou nog niet gezien, dan moet je hem zeker even kijken. Ben je helemaal up-to-date. En dan nu spreek ik later glaasje water. Tot de volgende keer. Blah!